Het ministerie van Volksgezondheid opende vanmiddag haar nieuwe vaccinatiegebouw. Dit is in samenwerking met de PAHO en de IDB mogelijk gemaakt. Minister Amara Madin geeft aan dat het een nieuw gebouw is en onderstreept dat hij niet inhoudelijk ingaat op vaccins. De minister benadrukt dat vaccineren heel belangrijk is en een preventieve handeling is. En preventie komt altijd eerst, zei de bewindsman. Dus het is niet vreemd en we hopen dat het ook zo gaat dat het gebouw, welke zal dienen als vaccinatiehub, ook als eerste is opgeleverd in dit project. Alles komt daarna. Dus we moeten de dienstverlening niet onderschatten, de rol van het BOG niet onderschatten als het gaat om de bescherming van onze samenleving tegen infectieziekten en alle andere gezondheidsdreigingen die er bestaan. We willen dus ieder bedanken die bijgedragen tot dit moment. En dit gebouw zal tijdelijk meerdere personen huisvesten, omdat wij van start gaan met een aantal andere werkzaamheden ook hier op het terrein. Daarvoor zal het BOG ook, zoals u weet, ik ken het BOG 2 van die gebouwen, daar zal het BOG ook deze 90 jaar oude gebouwen, ja toch, 90 jaar oude gebouwen, 97 jaar oude gebouwen, zullen ook verdwijnen. En dat heeft allemaal te maken met de herinrichting van de publieke gezondheidszorg. En daarvoor heb je nieuwe faciliteiten en nieuwe diensten nodig die worden voorbereid. De bouw van het nieuwe BOG-pand gaat binnenkort van start en zal ruim 9 tot 10 maanden duren voordat het wordt opgeleverd.